Abdi Nageye, zondag debuteren bij de Enschede Marathon. Heb je er zin in? Ik heb heel veel zin in. Ik moest heel lang op wachten. En uiteindelijk is het zover. Dus ik kijk heel erg naar uit. En waarom debuteer je in Enschede? Omdat Enschede de laatste tijd, jongens die lopen rond de 2-9. Dat is mijn doel. En om gelijk een grote marathon te gaan lopen, is het niet verstandig. Niet dat Enschede niet groot is, maar mensen hadden verwacht dat ik in Rotterdam ging lopen. Maar ik heb toch voor Enschede gekozen. Het parcours ligt hem heel goed aan. Vlak, twee rondjes. Je ziet heel veel publiek. Je komt heel veel vaker langs het publiek langs. Dus daarom heb ik voor Enschede gekozen. Wanneer ben je aangekomen in Enschede? Anderhalf uur geleden. Dus lange reis achter de rug. Ja. Dus, Je hebt de parcours dus nog niet kunnen zien? Ik heb de parcours niet gezien, maar zeven weken geleden heb ik een rondleiding gehad. Dus ik ben goed voorbereid. Want hoe ga je dat de komende dagen doen? De voorbereiding op die dag, op die marathon. Hoe zien de komende dagen eruit? Ik heb natuurlijk drie weken training achter de rug. Drie maanden. Dus de komende twee dagen is het gewoon herstellen. En niet al te zenuwachtig zijn, anders verlies je veel energie. Gewoon niet aan de wedstrijd denken. Je weet wat je moet doen. Gewoon een paar easy jogs doen, massage, goed eten, goed drinken. En gewoon wachten, tellen. En heb je een vast ritueel of zo voordat je aan een wedstrijd begint? Ja. Maar ik heb niet van die gekke dingen. Gewoon normale dingen. Maar ik moet wel, als ik iets mis van mijn spullen, dan komt het niet goed. Dus nu miste ik een paar schoenen. Dus het was paniek. Dus nu moet ik het snel gaan brengen. Oh, die worden nog voor je opgehaald, ja. En word je hier ook aangemoedigd langs de kant? Of familie, vrienden? Kennissen komen langs, een paar vrienden. Dus ik zie het. Maar ik ben zo'n marathoner, zoveel publiek. En je moet anderhalf uur van tevoren moet je al inlopen. Dus ik heb eigenlijk liever dat ik niet al te veel aangesproken word op het moment. Dus maar de wedstrijd zien we wel. Je bent ook een tijd geblesseerd geweest, hoorden we net. Je had een glasscherf in je voet gekregen. Wat kun je dan doen als je geblesseerd bent? Hoe kom je de tijd dan door? Dat is echt heel moeilijk, vooral mentaal. En het gebeurde ook na twee maanden trainen. Dus ik was bijna eigenlijk klaar voor de marathon. Maar je kan niks aan doen. Dus je moet het gewoon accepteren en vooruitkijken. Maar als je aan topsport doet, dan moet je dat wel kunnen. En volgende nieuwe doel maken. En nieuwe doelen stellen. En that's it. En ik heb toen gekozen om Enschede te lopen. Gelijk toen al, in oktober. En dus eigenlijk vijf maanden ben ik aan het trainen voor Enschede Marathon. Dus deze komende twee dagen moet ik makkelijk doorheen kunnen. En de wond is helemaal genezen? Ja, absoluut. Veel succes zondag. Dank je wel.